Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe XXL Gameplay. Deze week spelen wij Peggle Deluxe versie 1.01. Ik heb deze game als klein kindje helemaal kapot gespeeld, want ik had namelijk op de mobiel voor echt 4 euro in de App Store. Dit spel is fantastisch. Waarschijnlijk heb je het, maar misschien heb je het wel eens gespeeld op de basisschool. Ik speelde op de basisschool altijd een soort van gratis versie. Het hele doel is, je moet al die rode dingetjes raken met 10 balletjes. En in het begin is dat gewoon heel saai. Want dan is het gewoon een beetje doen en een beetje bim bam bits. Het is gewoon een beetje het inschatten van, oeh, als ik hem met deze hoek raak, dan gaat hij vast die kant op. Kijk, nu dan denk je, nou, ik raak hem hier, dan gaat het balletje vast wel zo, weet je. Dat is gewoon een beetje, nee, toch niet, weet je. Dat valt dan in één keer even gigantisch tegen. Dit spel is fantastisch. Je zou het haast niet zeggen, maar dit spel is fantastisch. Oké, mijn inschattingen zijn niet helemaal fantastisch. En je hebt 10 balletjes om dat te doen. En als het je lukt, dan ben je vet cool. En als je niet lukt, ben je echt een gigantische loser. En dat is eigenlijk hoe je dit spel het beste samen kan vatten. Kijk, 3 van die prachtige dingetjes in 1. Als je x aantal punten haalt, dan krijg je er een extra bal bij, zoals ik juist heb. En soms, als je echt het grootste geluk van de wereld hebt, dan vang je gewoon je eigen bal weer. En dan krijg je je bal gewoon weer terug. Er is nog een extra skill om te proberen alle dingetjes te kleren, maar zodra je de laatste rode bal raakt, eindigt het level. Dus je kan eerst, als ik nu probeer 100% het level te doen, moet ik eerst al die blauwe zien te pakken. En eigenlijk juist die oranje een beetje ontwijken. Want misschien raak je per ongeluk een oranje aan en dan is het level voorbij. Misschien gaat het me wel lukken hoor, de 100%. Ik heb dit laatst gekocht met een of andere, dit is van PopCap deze game. En die had laatst een PopCap deal op de Humble Bundle. Wow, wow, rustig! Dit gaat goed. Ik had laatst een PopCap bundel en daar zat onder andere deze game bij. En die ene Fishing Frenzy game die ik laatst speelde. Kijk, er zijn er maar 4 van die rooien. Ik ben echt bang dat ik zo meteen een rooie ga aanraken, poging, en dat ik dan al de game finish. Zie je dit dus? Dit soort zeik gedrag. Kom op! Oké, er is dus nog maar 1 rooie en er zijn 4 blauwe. Ik heb in principe genoeg ballen, zolang die rooie maar niet raak. Zolang die rooie maar niet raak, komt alles goed. En hoe gaan we dat doen? Ik ga proberen deze en dan die andere blauwe te raken. En dan niet die rooie. Niet die! Nee, fuck! Ik zei nog zo! Niet die rooie! Dit is vet stom. Want als je eenmaal de game hebt uitgespeeld, dit zijn maar gewoon de story mode. Dan ga je level voor level voor level. En ja, dan wil je dus eigenlijk niet die rooie raken. Je kan 2 dingen doen in de level. Je kan hem 100% of je kan hem acen. En voor acen moet je zo hoog mogelijk een score halen. En wat je dan vooral moet doen, als je hem wil acen, dan moet je vooral met 1 bal heel veel dingetjes weghaken. En dit level is leuk, want dan kun je dit doen. Woehoe! En dan, jee, mijn leven is matig. Dit is het hoogtepunt van mijn hele dag. Zoiets. Nog een keer. Oh, kom op, Rick. Wat een slechte inschatting, maar je krijgt zelfs nog. Kijk, die punten vloeien. Ja, en dan rolt hij daar naar de onderkant. Moet je zien, dit is fantastisch. Ja hoor, rollen maar met die bal. En in een bakje! Wow, mijn dag is fantastisch. En ja, als je dus echt verveelt, dan kun je altijd nog proberen al deze levels te 100%. Maar deze game heeft op zich echt al een level of 70. Met een soort van steeds hogere difficulty. En zometeen krijg je nog speciale perks. Je krijgt een paarse pack. Een paarse pack. Deze game met namelijk Peggle. Met 2 P's. Met PG. Met 2 G's bedoel ik. Peggle. En op een gegeven moment krijg je een groene pack. En voor ieder character die je bent, dat verschilt dan weer per wereld van x aantal levels, krijg je een bepaalde power-up. En dat is best cool. En soms heb je dus de paarse pack, en die is 1000 punten waard. En die verschuift iedere beurt. Dus als je als je een level wil acen, oftewel een hoge score wil halen, moet je eigenlijk bijna iedere beurt gaan proberen. En wat rooien te pakken, en die paarse pack. Ik moet er nog, ik heb nog 4 rode packs en 4 ballen, dus ik zou het knap vinden als ik het niet meer ga halen, maar jullie kennen mij. Misschien. Ken je me? Ik ben Rick van Serpent Gameplay, maak YouTube video's. Ik kijk ook wel eens een YouTube video van een andere YouTuber als ik in een gekke bui ben. Een wilde bui, ook zeker te weten. Kom op Rick, kom op, geloof in jezelf, geloof in het hart van de kaarten. Kijk, soms dan heb je nog 1 bal over, denk je, dit gaat me lukken, maar dan zit die ervoor en dan moet je een of andere trickshot proberen en zo. Dat gaan we gewoon doen. Huh? Nee! Ik krijg wel 2 extra packs. Ik kan het gewoon nog een keer doen, maar ik kan ook gewoon voor de zekerheid en voor de winst gaan. Laat ik dat maar doen. De muziek is altijd leuk, daar doe je het ongeveer. Volgende level! Kijk, nu komen de groene packs. En wij zijn een of andere gekke ponyman. Zo noemen we hem ook gewoon maar eventjes.
En zijn groene peg, die kan niet heel veel. Het is gewoon een hele standaard groene peg. Maar dat maakt niet uit, dat mag de pret niet bederven. Kijk, zijn peg, die laat precies zien hoe je bal gaat afstuiteren voor de eerste stuiter. Dat kun je natuurlijk heel goed gebruiken. Als ik bijvoorbeeld dit wil, of ik wil graag deze, en dan die. Kun je dan gewoon berekenen. Nou, niet eens berekenen, het wordt al voor je berekend, dat is handig, hè. Normaal dan ben je natuurlijk helemaal, ben je met je natuurkundeboek open, ben je precies aan het nadenken, hoe gaan we dit probleem oplossen. Hoek van inval is gelijk een hoek van terugkaatsing, wet van Snellius, die shit. Misschien van die mensen die in de eerste en de tweede zitten, met natuurkunde, die hebben daar wel eens van gehoord, die denken, wow, Rick! Wow, dat weet ik allemaal nog, ik heb binnenkort een examen in natuurkunde, dus ja, dat soort dingen moet ik dan wel ongeveer weten. Weet je, dan moet je eigenlijk alles weten van natuurkunde. Gewoon alles wat er ooit te weten is geweest over natuurkunde. Moet je dan op kunnen hoesten. Hoppa! Olé! Oké, dat viel best wel tegen. Dat was een tegenvalletje. Ik had verwacht dat we die andere rooi ook wel zouden hebben eigenlijk. Nou, doe je dit bijvoorbeeld. Hey yo! En dan gaat hij daar. Nee yo! De vraag is, gaan we dit level wel halen? Zal de goeie Rick het level wel halen? Nu het level zo kut is. Kijk, ik kan wel dit doen. Even de groene power-up in mijn voordeur gebruiken. Ja. Yes. Woe, ik krijg nog het plus 25.000. Best wel veel, 1000. Voor een long shout. Oké, ik heb nog 5 ballen, joh. Waarom probeer ik het nog? Alleen het probleem is, hier zitten best wel wat dingetjes voor, zie je dat? Die kun je een beetje wegknallen zo, op deze manier, als je er zin in hebt. Had ik namelijk wel zin in, heb ik zojuist gedaan. Oh. Oké, ik moet die nog. En ik moet deze nog. Laat ik gewoon even eerst zo beginnen. Hoppa, oh, 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 oh. Oh! Dankjewel, dankjewel. Ik ben de Peggle-meester. Nee, maar serieus, ik heb deze game echt zo vaak gespeeld op mijn mobiel. Dat had ik nog een iPod. Nou, ik speelde op mijn iPod. En sindsdien heb ik zeg maar een Apple-trauma. Want eens in de maand, als ik muziek aan het kopen was op iTunes. Dan zei hij, hey Rick, wil je misschien een backup maken van je iPod? Hey, of in het geval wat gebeurt, dan ben je niet alles kwijt. Zeg ik, nee, rot op met je backup. Zegt hij, oké, dan verwijder ik gewoon alles van je iPod. Als je geen backup wil maken, dan voel je maar de gevolgen van niet hebben van een backup. En dan verwijderen ze allemaal spelletjes. En allemaal muziek. Ik weet nog niet waarom ze dat deden, maar dan moest ik wel opnieuw beginnen met mijn Peggle carrière. Dat was iedere keer vet kut. Dat wou ik gewoon even kwijt. Ik wou gewoon even kwijt dat Steve Jobs dood is gegaan door mij, want hij verpestte mijn Peggle carrière en ik kon het niet meer aanzien. Dat moet je gewoon, dat is gewoon even de kern die eruit moet halen. Kijk, je ziet dat gekke paarse dingen iedere keer verschuiven. Dat hoort erbij. Dat hoort er allemaal bij, jongens en meisjes. Kijk, deze moet even rollen. Rollen! Je moet over dat ding heen glijden. Ik wil eigenlijk proberen deze hele XSO gameplay minimaal één keer de 100 scoren te halen, weet je. Dat is toch wel een speciaal moment in het leven van de man. Zoiets als dit. Rollen maar! Wow, en al die scoren boost. Ik op. Nee, ik heb bijna een extra bal. Waarom moet het nou zo gaan? Waarom zo? Waarom niet anders? Oh, ik let echt trouwens totaal niet op die onderste bak. Ik hoop gewoon dat het super mega geluk dat hij erin komt. Zoals, oh, oh, oh. Wat wel leuk is, je kan ook bepaalde momenten bewaren. Als je echt een fantastisch schot hebt, dan kun je die, maar is dat met de instant replay? Ja, hier, kun je bepaalde schoten bewaren. Want soms heb je echt die bal, zoiets dan helemaal bam, 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 bam. Ja, klaar. Dat was leuk. Dat was leuk om te zien, hè. Ja, dat was fantastisch. Oké. Woe! Ja, rollen maar, hoor. Oké, ja, dat was tegenvallend. Kom op, blauw bal, ik geloof in je. Hij ging wel in het bakje, daar krijg je hem ook wel eens punten voor. Niet dat je hem direct in het bakje schiet, want dat is niet zo heel moeilijk. Zeg maar, als je nog maar één perk ergens aan de zijkant hebt en je schiet hem iedere keer direct in het bakje. Kind kan de was doen. Oké, ik moet wel een beetje opletten, want ik wil niet verliezen, zeg maar. Eén van de dingen die ik niet wil in het leven, verliezen. Tweede ding is, stinken? Stinken? Ja, stinken. Stinken, ja. Oké, wacht, ik ga maak dit schot. Wow, yay, wowza. Oké, dat viel tegen. Dat viel tegen. Nog maar 3 balletjes. En 3 pegs. Oké, dan. Oh, kijk eens aan. Hier worden de schoten van de eeuw bedacht. En in het bakje. Oh, nee, niet in het bakje. Oké, ik kan het nu afmaken gewoon. Laten we dat gewoon ook even doen. Tegen die paars aan. Keihard tegen die paars aan. Bam, 10.000 punten. Hier zijn trouwens ook nog bakjes. Als je hem in het middelste bakje krijgt, krijg je 100.000 extra punten. Kan je best wel helpen als je dan toch voor die ace score wil gaan. Maar dat boeit me niet zoveel. Ik wil gewoon het level halen. Dan ben ik al blij genoeg. The ball will head where you click. You can fine tune your shots with the mouse wheel. Oh, met de mouse wheel arrow key. Kijk, dat wist ik dan weer net niet. Hoe werkt dat dan? Het muiswieletje.
Oh ja, dan gaat hij heel langzaam. Dat is vet cool. Want als ik zo doe, is het meteen... Want ik heb zo'n... Ik heb zo'n muis waar je DPI kan aanpassen, weet je wel. Dus ik kan hem wel heel laag zetten. En dan... We gaan ook gewoon zo. Kijk, dit level vind ik echt zo'n level die ik gewoon kan. Want er zijn bijna overal packs. Dus in het begin gaat het vaak heel goed. Valt er niet zoveel te verneuken, zeg maar. Want overal waar je de bal doorheen schiet, hij raakt toch al wat. Dat vind ik een fijn idee. Kom op, in de bakkie. Oh, in de bakkie. Ik heb nog steeds 10 balletjes. Dat gaat goed. Ik voel me net een hond die niet gecastreerd is, want ik heb al mijn ballen nog. Denk daar maar over na. Nee, serieus, denk er eens over na. Denk er eens over na. Denk er eens over na. Een parkiet eet geen vla. Oh nee, ik had hem bijna. En met een nadruk op bijna, want ik had hem niet helemaal. Ik had hem niet helemaal. Weet je wat ik wel had vroeger? Gewoon willekeurig feitje. Ik had een luchtje. Van wie? Van welk Playboy model had jij een luchtje, Rick? Nee, ik had een Bassie en Adriaan luchtje. Daar wil ik gewoon even kwijt, want daar was ik echt vet trots op, namelijk. Dat was echt gewoon een luchtje. En die deed ik dan op, had ik een date met een ander meisje uit groep 4. En dan deed ik mijn Bassie en Adriaan luchtje op. En dat was een goede ervaring. Hopelijk ook voor het meisje. Hoop ik. Ik heb nog 8 balletjes, joh. Als ik nu eventjes niet al die blauwe packs hossel, dan wanneer wel, weet je wel? Precies. Het enige probleem is, ik ga sowieso weer per ongeluk, door de raarste manier van kans, al die royal aantikken voordat al die blauwe weg zijn. Dat weet je gewoon. Dat gebeurt namelijk bijna altijd, in mijn leven in ieder geval. Kijk, super mega trickshot. Call of Duty mensen zijn jaloers. Oh nee! Dat was zo dichtbij. Hoppakee, hoppakee. Kijk, dat zijn er veel. Oké, ik moet nu allemaal een beetje nog richting die rode gaan. Oh, kom op. Nog maar 3 balletjes over. Ja, nou wordt het skeer in 1 keer. Ja, ik moet die andere blauwe er vooraf schieten. Want ja, nou ja. Weet je, het is me niet gelukt. Maar het is me ook weer niet gelukt. Want ik heb er in ieder geval het level gehaald. Weet je, ik ben blij. Ik ben gelukkig. Oh, pak die groene maar. Oh ja hoor. En in het bakje van 100.000. Nee, hij gaat weer in de 10.000. Stop. Hem door in de 10.000. Jammer, waarom gaat hij altijd in de 10.000? Dat heb ik jou ooit misdaan, 10.000. Als je trouwens alle packs wegspeelt, dan worden al deze bakjes 10.000. Dat is wel een klein iets. Nou krijgen we een nieuwe vriend. Een frisse student. Ben je klaar voor multiball? Nee, echt totaal niet. Multiball is echt... Daar krijg je echt een harde plasser van. Dat is ongeveer dit. Ongeveer eigenlijk 100% dit. Je krijgt gewoon 2 ballen. En het fijne is dan dat je scoremeter helemaal wild gaat lopen doen. Dus de kans dat je een extra balletje vrij speelt, staat wel aanwezig. Ja, verdomme hé. Heb ik keihard multiball hiervoor ingezet. Ja, daar zijn wel wat veel van die rooien. Ik heb eigenlijk geen idee of de rooie packs meer punten opleveren. Er zit wel een heel groot gat in 1 keer in het level, zeg maar. Om het op die manier rustig te zeggen. Maar de grootste madness is wanneer je al die multiballs, allebei de multiballs tegelijk hebt. Je 3 ballen! Dat heb ik altijd al willen hebben. Kun je eigenlijk geboren worden met 3 ballen? Kijk, dat zijn de dingen die ik me dan weer afvraag. Worden we als mens geboren met 3 ballen? Is dat, zeg maar, mogelijk? Want je kan geboren worden met 1 bal, toch? Voor mij, ja, er zijn zat mensen die geboren zijn met 1 bal. Niet ik zelf, maar ik wel. Wat, hè? Nee, ik heb gewoon 2 ballen. Maar ik ga ze niet laten zien. Dan moet ik ze weer censureren. Dus dan zie je eigenlijk gewoon 2 censuurbalkjes. En dan denk je, oh, hij heeft vast 2 ballen. Maar dan gaan mensen weer zeggen, ja, dat tweede censuurbalkje, er zit er maar geen bal achter, joh. Zie je, daar heb ik niks aan. Jullie geloven me toch niet. Wat? Ik dacht, dit level gaan we eventjes 100%. En 1 keer heb ik er maar 2 balletjes over. Wat moet ik nou? Oh, kijk. Op het einde nog eventjes flink gered door dat prachtige schot. Hup! Hup! Kut. Ik ga dood, of niet? Ik ga verliezen. Kom op, Rick! Kom op! Wow! Oké, kom op, Rick. Je kan dit. Geloof in jezelf. Ik ga deze proberen heel erg naar rechts te spelen, ja? En dan via die rand niet tegen dat balletje aan. Nee, toch niet. Ja, wat moet je nou weer gaan doen dan? Hij gaat sowieso tegen die blauwe aanknallen. Nee, ik moest wel! Ik moest wel, Jozef! Nee! Dit is trouwens morgen Pasen, hè? Wat vind je daarvan? Ah, hartstikke leuk. Dat vond ik echt fantastisch. Eigenlijk gewoon. Kom op, pak dat extra balletje. En hoppakee. En hoeveel ballen heeft hij dan? 11 stuks. Hoe kan dit? Dat weet ik ook niet. Dat is gewoon vet goed. Dat was het. Ja, dat is vet stom. Als die groene helemaal aan de rand zit, kan je er niks mee, hé. Kan je er niks mee. Dit is gewoon bagger. Dit is gewoon echt de grootste bagger uit de geschiedenis van de bagger. Nou, ik weet niet hoe de geschiedenis van de bagger ging. Het zou vast wel een beetje een baggergeschiedenis zijn. En bedoel ik met bagger, bedoel ik echt van die vieze modder die je in sloten vindt. Want wat doen ze dan? Dan gaan ze baggeren. Dat is zo'n bootje, die rijdt hem door de sloot. En die doet dingen. Ik weet niet precies wat die doet, alleen bij ons voor het huis, bij mijn vaders huis. Niet dat jullie veel zegt, weet je. Je denkt, oh, dat huis. Je ouders zijn gescheiden en ik weet precies waar allebei je huizen zijn. Ja, daar baggeren ze echt heel veel.
Het is echt niet leuk meer. Het wordt gewoon keihard gebaggerd. Ja, moet je me niet uitbaggeren. Of uitlacheren. Ho, hoppa. Ho, hoppa. Dat was best wel matig. Hoppa. Bueno. Bueno, bueno. Nou ja, nu maak ik er een eind aan. Het klonk minder, het klonk niet zo heel positief. Maar ik bedoel het positief. Ik maak er een eind aan. Ah. Ah. Dus, ik heb er een eind aan gemaakt. Het volgende level, het is een geitje. Of een bok, of een... Ik weet het niet eens. What the bok? Komt-ie! Nou, dat was een tegenvallende sliding. Het leven is een sliding. Het leven is een kaas. Kom op, bakje. Kom op, bakje, bakje. Ah, bakje. Ja, deze peg, die moet gewoon even weg. Als die peg weg is... Oh, wacht. Nee, ik wil restarten. Ik wil restarten. Ik wil het level restarten. Mag dat? Restart level. Ik had echt de ultieme. Ja, precies. Dit dingetje zit hier. Wat voor kansen pak je, Rick? Pak die multibal. Hij rolt, hij rolt. Ja! Kom op. Ja, een extra bal. Kijk, dat is al een stuk beter begin dan de vorige, of niet? Kun je deze pakken? Hoppa! En dan vang je die bal gewoon weer. Zo ben ik dan ook alweer, hè. Heb ik gewoon 10 balletjes. En ik heb al hier en daar een paar peggies weggespeeld. Ik kan ondertussen wel een beetje uitleggen wat voor powers je nog meer hebt. Ja, dus de multibal, man. Je hebt een spooky bal. Spooky bal is wel cool. Spooky bal houdt in als je bal dan onderaan het scherm is. Op het punt waar hij er onderaan uitging, komt hij er bovenaan gewoon nog een keer in. Dus hij gaat zeg maar twee keer het traject doorlopen. Die is wel leuk. Je hebt er eentje en dan komen de flippers in beeld. Links en rechts. Je hebt er eentje, dan wordt je bakje wordt een soort van piramide. Hij wordt niet groter, maar hij wordt breder. Waardoor hij soms op de zijkant ligt en dan gaat hij tegen de kant aan en dan rolt hij er zo in. Ja, het is heel raar. Het is moeilijk uit te leggen, maar daar komen we wel in deze video bij de piramidegast. Die is best wel chill. Als je nooit ballen vangt met je bakje en je hebt ze altijd bijna, dan krijgen we extra balletjes. Je hebt een spookybal, je hebt eentje dat je flippers krijgt. Je hebt eentje die als je de groene raakt, dan gaan automatisch iets van 20% van de overgebleven rode dingetjes weg. Als je in de eerste beurt doet. Er zijn 25 rode dingetjes trouwens, altijd. Als je die power-up dus in de eerste beurt gebruikt, dan ben je er meteen 5 kwijt. En dan zou ik de 5 dichtbij zijn. Dus als die een beetje op een kutplekje zit, is die wel handig. Je hebt nog een draak. Dan is het, als je de groene hebt, de volgende beurt krijg je dan een vuurbal. En die brandt door alles heen. Dat is ook wel best wel fijn als je van vuurballen houdt, weet je wel. Kom op, Rick. Kom op. Nee. Nee. Kut, hoe moet ik dit doen? Oh, ik heb nog 2 balletjes over. Ik dacht dat ik er nog eentje had. Dan was dit mijn laatste kans geweest. En dan... Oh, nee, wacht. Oh, dit is kut. Ik moet met deze hoek werken. Kom op, Rick. Nee. Kut. Ik moet weer het level overdoen. Normaal gesproken, als ik zeg maar niet tegelijkertijd allemaal praatjes aan het maken ben, dan ben ik best goed in deze game. Ik begrijp dat jullie me niet geloven hoor, maar het is gewoon de waarheid. En dat vind ik altijd jammer. Dan vertel je een keer de waarheid aan je kijkertjes en dan geloven ze je opeens niet meer. Dan moet ik daar nou mee dan. Waar is het andere groene mannetje? Oh, daar zo. Cool. Hey, groen mannetje. Meeuw! Meeuw, meeuw. Kom, ga van die glijbaan af. Yes! Super gezellig glijbaan. Nou, allebei in een bakje. Allebei in een bakje, zei ik. Niet in eentje. Egoïst. Ik ga nu maar iets meer focussen op die rode. Ik probeer altijd nog de 100 te halen. Maar we weten allemaal, Rick, je gaat die 100% niet halen. Ga gewoon die rode dingetjes focussen, anders houdt het level weer niet. En dan moeten we 2 keer naar hetzelfde cut level kijken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wou eigenlijk al de XSO gameplay helemaal niet kijken. Maar ik dacht, hé, er staat een hele verleidelijke titel in. Iets als, ah, spelen met ballen. Oh, dat wil ik wel even zien. Oh, in de thumbnail zie je iemand die speelt met zijn ballen. Wat zal dit toch voor grappig spelen? Oh, het is Peggle. Zo ging het bij jou kijken. En nu kijk je eens nog. En denk je, ja, Rick, haal dan tenminste die verdomme levels even. Is dat nou zo veel gevraagd? Nou ja, als je mijn gameplay nu ziet, ja. Dat is best wel veel gevraagd. Ik moet een beetje oppassen dat dit inderdaad een beetje schoon en open is. Want zometeen dan heb ik nog 1 bal en dan denk ik, oh even die. Oh nee, is dat allemaal wit spul voor? Nee, blauw spul voor. Oké, kom op. Kom op, come on. Ja, dat was even de bedoeling, ja. Dat ging best goed. Dat ging beter dan gepland. Gepland ouderschap. Oké, dan. Gepland ouderschap. Dat is ook helemaal niks raars. Dat is gewoon een ouders die zeggen, hey, kom, we nemen een kind. Maar dan zijn ze eigenlijk nog geen ouders. Of ze hadden al een kind. Dat is zeg maar het tegenovergestelde van ongepland ouderschap. Dat je zeg maar niet gepland had om een kind te nemen. En je krijgt er toch geen. Dat is ook hartstikke leuk hoor. Weet je, dat is gewoon een verrassing. Surprise! It's a baby! It's a baby! It's a baby! Next! De multiball, it is so cool, it gives you a super wicked extra chance to get a free ball dead rules. Oké dan, baba. Score die punten, broers, als dat je echte naam is. Come on, nee, ah ja, een extra bal. Jee.
Hoppa! Dit gaat goed. Dit gaat beter. Oh, en dan geen extra bal. Weet je, je kan niet altijd een extra bal hebben. Dat moet je gewoon realiseren, Rick. Weet je, je kan iedere keer teleurgesteld doen. Maar als je gewoon even statistisch bekijkt, de kans dat je een extra bal krijgt is niet zo heel groot. Weet je, dat je hem vangt, tenminste, dat bedoel ik. De kans dat je een extra bal krijgt is gewoon gelijk aan de kans dat je de groene perk raakt. En het spel werkt niet echt met kansen. Meestal zie je voor het schot al, ah, ik raak hem waarschijnlijk wel. Of niet. Je kan er moeilijk een kans aan koppelen. Er is ook één power die is best wel cool. Dat is de Zenbal. Die gaat dan berekenen wat je eigenlijk zou hebben als je het schot hebt geloosd. Dan zegt hij het aantal punten dat je hebt. En dan gaat hij dat verhogen. Dus hij zegt eerst je score was bijvoorbeeld 50 punten en dan maakt hij er 350 van. Terwijl de meeste dingen krijg je al 1000 voor. Dan vervormt hij je schot een klein beetje. Waardoor je dezelfde perks raakt als eerst zo'n beetje en een paar extra's. Of in ieder geval dezelfde perk raakt als eerst. En alleen dan, of die komt er in ieder geval nog in voor, ik weet niet precies. Maar dan krijg je in ieder geval gewoon een hogere score. En raak je meer shit. Even rollen daar. Even rollen daar, ja hoor! Oké, kijk, hoeveel balletjes heb ik nog? 6. Oké, dat is best veel balletjes. Daar kan je wat mee. Daar kan je wat mee aan, hè. Nou, wat gaat Rick nou te weer proberen? Hij gaat er niet proberen om alles weg te spelen. Tuurlijk wel. Op, oh, wow, wow, wow! Die ga ik bewaren en naar mijn oma sturen. Instant replay, safe. Hey oma. Hey oma. Nou, jij weer. Safe. Geen idee waar ik het zojuist heb opgeslagen op mijn computer, maar het bestaat. Ja, dat was mooi, dat was mooi. Dat was het beste moment van mijn leven, toch wel. Als ik het echt heel bondig zou moeten zeggen, beste moment van mijn leven. Ja, een simpel leventje heb ik hoor. Het beste moment van mijn leven is gewoon dat ik een keer iets goeds doe in Peggle. Oh, nou kom ik in één keer eigenlijk weer te weinig ballen heb om te winnen. Hoe niet dan? Ja, verdomme. Dit is echt kut, jongens. Oh, ik was zo afgeleid. Hoe wat nu? Ik moet op deze schieten en dan hopen dat het werkt. Come up! Come up! Nee! Ah! Nou! Oh, mijn endeldarm! Dit was echt kut, jongens. Ik ga maar echt weer stoppen met de video. Na 21 minuten, weet je. XXL gameplay. Toch niet zo XXL. Zeggen ze dan altijd maar. Ik was eventjes gelukkig. Wat je dat niet hoort, kijker. Nee, nee, niet zo. Nee. Ik kreeg geen extra ballen. Ik ben dol op extra ballen. Holy poepjes. Dat is mijn song. Daar functioneer ik goed op. Oké dan. Hiya. Tam tam tam. Ha. Dam dam dam. Ha. Da 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 dam. Jullie begrijpen wel dat ik het ene westerse muziekje probeer na te doen, hè, met die hiya. Dam dam dam. Hiya. Dam dam dam. Hiya. Dam da da dam. Dat is een prachtig nummertje. Ja. Oké dan. Nee, ik heb nog 3 balls left. Dan denk je, Rick, waarom deed je dat? Ik probeer dit een beetje weg te spelen, anders kom je er sowieso nooit bij. Nou, deze moet je een beetje zo raken, ja, dat hij die kant op gaat. Dat was de bedoeling. Oh! Oh, ik ben een god. Ik ben een god, dat ben ik. Kom op. Nee! Oké, dit wordt kut. Dit wordt moeilijk. Nee! Kom op, in die bucket, in die bucket, in die bucket! Nee! Oh. Oh. Ik wou zo doen van, hé, ik heb dit vet gespeeld vroeger. En nu moeten jullie zeggen hoe goed ik ben. Maar nee, het valt een beetje tegen, of niet dan? Ik val een beetje tegen, of niet dan? Kijkers, je mag best zeggen als ik een beetje tegenval, maar... Je krijgt wel leuke verhalen en ik heb met een plaatje bewaard voor mijn oma. Weet je kan niet zeggen dat ik niet leuk bezig ben. Yay, een extra bal! Heb je er weer 11 of zo? Insane! Dankjewel, dankjewel. Dat is een motivatie, heb ik ook een beetje nodig. Kijk, weet je, jullie motiveren me niet, kijkers. Iedere keer zeggen hoe slecht ik ben, ik kan veel beter, Rick, je kan helemaal niks. Hé, hey, die hamster, die zei net dat ik te gek ben. Te gek zelfs. Echt niet meer normaal, Rick. Waarom ga je niet naar een gekkenhuis of zo? Je bent gek. Ik ben helemaal gek in dit spel. Oh, nee. Oh, nee. Oh, jeetje. Kom op, in dat bucketje, in dat bucketje, in dat bucketje. Oh. Ik kom altijd een beetje klaar als je net niet in de bucket komt. Of net wel, weet je wel. Moment van de waarheid voor mij in ieder geval. Kom op. Kom op. Come on. Oh, nice. En nou in die bucket, nou in die bucket. Ja! Wat een godenschot. Een godenschot. Oké, nou heb ik nog maar 4 balletjes en 8 van die dingen. Kijk, dit klinkt als iets wat ik zou kunnen halen. Maar jullie weten allemaal, Rick, stop nou gewoon, je gaat het niet halen. Dat klopt, zit wat in. Zit een kern in. Een kern van waarheid. Une kerne de waarheid.
En dan raak ik in ieder geval die blauwe. Even daar, wacht, waarom zou ik... Nee, nou, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling, maar oké, ik heb het level gehaald. Yay! La 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 interview. La 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 la. Ik krijg zelfs nog punten omdat ik hem op mijn derde poging gewonnen heb. Oké. Okay. Oh, dit is mijn totale score. Oké, ja, oké. Nou, dit ziet er fantastisch uit. The fewer orange packs left, the more points you get. Check the red fever meter on the right hand side on board for the current point multiplier. Wat is dit nou weer dan? Ik weet niet eens wat dit is. Ik weet niet eens wat dit is, joh. Waarschijnlijk als je x aantal packs hebt in één beurt, dan krijg je extra puntjes. Dat is fijn om te weten. Nou is de vraag vooral, wat moet ik nou met dit slakhuis? Ik denk dat het beste is om er gewoon één gaatje in te maken. En dan hopen dat er voor de rest geen gaatjes meer inkomen. Ja, verdomme zeg. Oké, okay, kijk nou. Heb je hem mooi gepenetreerd. Maar hier is ook een gat. Dat is vet kut. Anders dan had je ze maar zo erin kunnen ritsen. Ja, kijk precies dat. Ja, verdomme zeg. Poepie, nee. Ja, hé. Hey, scheids. Even normaal. Nou, dan doe ik dit wel gewoon. Hey, yo. Wat doe je? Nou, die tekeningen zijn niet van jou. Nou kan hij naar binnen. Even erin. Erin! Goed zo. Howdy, cowboy! Ik heb nog steeds niet eens een heel puntje gehad. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, jammer dit. Ja, nou komt hij hoor. Nee, ik heb net geen extra bal! Oh mijn god, wat is dit? Wat is dit, heertje? Heertje, wat is dit? Waar moet ik hier nou mee? Waar moet ik hier mee, heer? Wat denk je er zelf van? Ja, ik weet niet. Oké, okay, nou ga ik het natuurlijk weer niet halen. Kijk hoe weinig balletjes ik nou heb. Ik was zo druk bezig met dit rare figuurding uit te hollen. En ja, toen werd het uiteindelijk helemaal niks, hè? Nee. Heel kort samengevat? Nee. Jee, ik heb er één! Yes, dit is goed. Dit is goed. Oh, man. Oh, man. Even kijken of ik die groene nog kan raken. Ja! Dat is goed. Dat is goed. Dat is de bedoeling. Oh, dan nog 11. Ga je nu zeggen, oh, je hebt maar één bal, Rick. Wat jammer nou dat je nog 5 van die gekke packs moet... Wat jammer nou. Weet je, als je nou niet 5 moest, maar gewoon niet 5. Kom op, vang hem op! Vang hem op! En dan die 2! Oh, nee! Dat is best een moeilijk spel. Nou, komt eigenlijk op neer dat ik nu afgelopen tijd... ja, dit is handig. Dan valt er meteen zo'n balletje in waarschijnlijk. Oh, nee, toch niet. Toch jammer. Yes! Yes! Wow. Wow, Rick. Wat voor drugs heb jij op dat je zo'n mooi schot kan maken? Dat ben ik helemaal niet van je gewend, zei de hamster. Ik zei, nou, hamster, ik heb best veel drugs op. Want ik praat momenteel met een hamster. Over een van de spel waar je oranje balletjes moet raken of zo. Ja, ik weet het ook helemaal niet. Vraag maar aan die hamster. Die weet er meer vanaf. Wat? Huh? Hoppa! Sombrero! Oké, okay, die was best wel mooi. Deze die ga ik naar mijn opa sturen. Ik weet niet waarom de ene naar mijn oma en de andere naar mijn opa, maar... Dat is gewoon hoe ik werk met mijn pekelcarrière, weet je. Mijn familie steunt me daar heel erg in. Op momenten dat het goed gaat, weet je. Net zoals jullie eigenlijk. Op het moment dat ik een beetje verpest, dan steunt opeens niemand me meer. En dan word ik uitgescholden in de comments. En dan dacht ik, ja, daar is het niet voor. Nou, volgens sommigen dus wel. Ja, oké. Okay. Oh, free ball skill. Wie heeft die free ball skill? Nou, dat was meer gewoon een gelukje, maar toch. Dat was een free ball gelukje, daar mag je ook score voor krijgen hoor. Zekers. Oh, oh, oh. Bijna. Oh, oh, bijna. Kom op, Rick. Kom op, je kan dit. Je hebt je voor geoefend. Ja, het probleem is, deze shit zit allemaal in de weg. Oké, okay, wacht. Hier. Kom op. Nee. Nee. Nee, ongeveer. Dit is erg problematisch. Oh ja, nice. Dit is nice. Nu kan ik deze raken. Dit komt precies goed uit. En dan in het bakje nog? Nee, dat dan weer net niet. Dan moet ik alleen deze nog zien te raken. Kom op, Rick. Kom op. Ja! Ja! Ik heb er één! Oké, okay, jongens. Ik ga nu uiterste concentratie proberen... Nee, niet winnen. De 10 punten bak. Loser. Yes! 50.000. 50.000. Zoals mijn andere oma zou zeggen. Of mijn lerares in groep 8. Duzond. Hey, draai maar, Patrick! Geen idee wie Patrick is, maar draai maar, Patrick. Doe even normaal, even draaien. Oké, okay, dit gaat wat worden. Ik ga dus proberen deze keer niet weer het level te falen. Dat is ongeveer mijn hoofdobjective. Don't try to fail. Het hele chill is als je in het middelste gaatje zit. Dat die de bal daarin zit, dan krijg je zeg maar dat hele ding. Want hij blijft draaien en de balletje blijft stil liggen. Dat is echt vet chill. Ik ga het even proberen dit zo. Dit is chill hoor. Nou, alleen maar genoeg zit daar een gaatje en dan valt hij er weer uit, maar... Yay. Oh, wat? Dat was niet de bedoeling. Maar. Dat is best een mooi balletje. Best een mooi balletje, hoor. Ja.
Je wou eigenlijk even één heel klein gaatje in dat rondje maken, maar ja. Maar ik kan ook echt daar. Ik had dat groene balletje moeten aantikken. Kom op, Rick, dat groene balletje. Nou, dat heeft niet daadwerkelijk. Wonderbaarlijk veel eigenlijk, dat groene balletje. Daar is nog een groen balletje trouwens. Dat mag ook wel eventjes gezien worden in ieder geval. Anders hebben mensen ook zoiets van, ja, ik gebruik die groene balletjes eigenlijk wel. Nee, nou eigenlijk niet. Oh man. Zo dichtbij. Ik kom niet zo heel gek veel meer van die rooien te doen. Maar de rooien die ik moet, die zijn wel interessant, apart, moeilijk. Oh man. Zitten allemaal daarop namelijk. We hebben nog 4 balletjes voor over om het te fixen eigenlijk. Kom op. Ik heb er weer 1. Dat is goed, toch? Yes, een extra bal. En dan moet ik deze bal vervangen. Kijk, dit gaat misschien nog lukken ook. Oh, oh, deze is voor mijn oma. Deze is voor mijn oma. Woe! Deze is voor mijn oma. Zo zeg je die dingen. Kijk dan, kijk dit, kijk dit. Huh, wat, oh. Huh, dit had ik uitgerekend. Met formules. Hoppa. Ja, die kant op. Ja, pas, boem, papa. Kijk, dat zijn de leuke dingen. Dat zijn de gevoelige momenten wanneer je denkt, ja, oma, deze is voor jou. Oké, okay, wacht. Even wachten hoor. Even wachten. Ah! What? Dat deed ik eventjes hoor. Het zou cooler zijn als hij nog 1 bal had, weet je wel. Dat maakt hem meteen een stuk mannelijker. Van, wow, op de val, Reap. On the fell. Nee, niet in de 10.000. Ah, verdomme, verdomme Erik. Oh, is het inderdaad 5.000. Oké, 50.000. Wat is het verschil vandaag dan nog? Ik ben koning van Peggle. Ah, grom. Miauw, ik hou van wol. Of bolletjes wol. Maar niet zoveel als ik hou van piramidekracht. Ik rek uit de randen van de vrije balemmer. Voor extra stuiters en laatste seconde dingen. Nou, nu krijg je deze flikker dus. Duidelijk gay. Hij heeft groene ogen. Ja, hij is niet Arisch. Dat wou ik gewoon even bedrukken. Net als ik t-shirts bedruk. Wou ik dat ook bedrukken. Ah! Oké, okay, nou, in principe is deze flikkers groene bucket is wel fijn. Je hoorde gewoon dat muziekje, dat geeft je dan wel een goed gevoel. Even kijken of het ook nog een keer gaat werken. Als we dan meteen even de eerste... Mad skills. Dankjewel, dankjewel. Dat hoor ik wel vaker hoor, dat ik mad skills heb. Dus daar ben je niet nieuw mee, man. Nou, even hopen dat ik nog wat extra emmer dingetjes vang met mijn fucking piramide. Kom op. Ja, kom op, piramide. Heb ik hiervoor ingehuurd. Ik heb toch liever gewoon die ene van de dubbele bal, denk ik. Maar dubbele bal is ook niet zo heel gek. Goed, ligt een beetje aan het level. It depends on the level. Hoppa, ja, hoppa, hoppa, ta, ta, ta. Doe je dat ook minder ballen gevangen met een normale bucket in 3 beurten, zeg maar. Dan vang ik er meestal wel eentje, hè. Ho, dat was wel mooi. Maar dat had helemaal niks met die scherm, met die mooie randjes te maken. Ho, dit wel. Kijk, dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi. Hoppakee. Die bucket is wel nog maar voor 4 beurten, hè. Alsof het niks is. Die heb je niet het hele potje of zo. Nee, dat zou vals spelen zijn. Ho, oh, 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 oh. Zo, zo, hé. Hey. Hey, best mooi gedaan. Nou, we die pakken. Holtzky day. Jamie neetje. Oh nee, ik heb weer 3 ballen over. Dit is kut. Ik wil niet weer verliezen. Ja, ja, nee, ja. Oh, dat is best handig. Dat is best handig. Kom op. Come on. Oh, mijn bucket is weer klein. Oké, okay, ik moet dus eigenlijk nu met 1 bal die laatste 2 dingetjes daar pakken. Nee. Totaal mis. Echt totaal mis. Oké. Okay. Wat hebben we geleerd? Je moet snel naar de hoekjes daar onderin, want die zijn irritant. Dat zijn irritante hoekjes. Ik vind die bucket ook in één keer zo klein, nadat ik die power-up heb gehad. Kom op. Nee. Oh, ik zag het gebeuren. Serieus, ik zag het gebeuren. Nee, nee, nee. Dat muziekje is wel weer vet cool. Dat compenseert alweer een beetje. Kijk, dat is fijn. Dat ga je me gewoon een goed gevoel van binnen. Oh. Kom op, eventjes daar een beetje die... Ja, precies. Dat ja. In die emmer. Stop hem er maar in. Neem hem mee naar huis. Wilt u nog pinnen, meneer? Nee, ik wil niet pinnen, schat. Dat is tanken, toch? Ik hoef niet te tanken, schat. Doei! Dat zou ik ook geweest zijn, ja. Ik hoef ook bijna nooit te tanken, want ik heb geen auto. Dus dat is hartstikke handig. Dat is echt een van de handigste dingen aan mijn leven, persoonlijk. Ik hoef nooit te tanken, omdat ik geen auto heb. Voordelen van mijn leven. Ik hoef nooit te tanken. Voordelen van mijn leven. Ik hoef nooit de babyluiers te verschonen, want ik heb geen baby. Voordelen van mijn leven. Ik heb een hoofd en met ogen en daar kan ik dan mee kijken af en toe als ik er zin in heb. Voordelen van mijn leven. Dit ga ik nooit redden. Er zitten allemaal dingen voor. Dit moet haast wel, jongens. Dit moet gedaan worden. Ja, ja, en die en dan die laatste ook nog vooraf eigenlijk. Oké, dit kan. Dit is mogelijk, geloof me. Even die bucket op de goede plek. Nee, die bucket! Die bucket! Ja! Oké, okay, zitten dingen nu voor of niet? Beetje zo dan.
Yes! Yes, 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 ja, ja, schön! Schön! Nu doe ik mijn Pokémon pet maar op. Ik heb mijn hele haar zo door elkaar lopen te spelen. Ik spiel again met mijn haren. En in de 100.000! Hoe kan dit? Nou, je zag het zojuist gebeuren, maar alsnog. Het gebeurde. Yay! Mijn piramide power duurt 5. De beurten. Miauw, dat is een hoop beurten. Oké, dankjewel, gast. Dude. Oh nee. Cheetje, mineetje. Kijk, dit wordt een puntenslikker hoor. Een puntenslikker. Nee, niet die kant op. Daar moet je niet heen. Oh, nu wel. Doe je goed. Ja, en dan even een honden. Tikken jij. Oh, ik had bijna puntjes erbij. Nou, jammer dit. Zalando. Zalando was het laatst in het nieuws, want ze hadden iets gemeens gedaan. Kan ik me herinneren. Kan me gewoon herinneren. Want dat is ook weer gedaan, die gekke van Zalando. Oh ja, dat de mensen daar rare werktijden hadden. Ik was weer eens om 2 uur 's morgens nieuws aan het kijken. Het ging allemaal over Zalando en dat boeide me helemaal niks. En ik bestel geen dingen bij Zalando. Ik dood zelf wild en dat verwerk ik dan tot een leuke bontjas. Zo ben ik dan weer. Ik ben ouderwets. Ik slacht mijn eigen bont nog. Dat waren nog eens tijden. Vroeger was alles beter. Als je een jas wilde, ging je naar de Zalando webwinkel. Dan slachtte je een draak. zeg maar. Waar gebeurt het verhaal? Oké, dan. Eigenlijk ben ik zeggen, alle packs die ik moet zitten een beetje daar in de hoek. In de corner. In the right corner. Dan pak ik die er ook gewoon even bij, weet je. Je moet toch wat met je miserige leven. Oh! Wayo! Dat was best cool. Dat was pittig cool. Dat zie ik jou nog niet doen, Frits. Nou, dat komt omdat ik geen armen heb. Dus ik kan dit spel eigenlijk helemaal niet zo goed spelen als ik dat kan. Geen excuses! Oh, dat was best nice. En moet je zien. Hoppakee! Dat is toch wel een van de voordelen van deze prachtige bucket. KFC bucket. Komt-ie. Gewoon die rode pack blijven gaan tot je hem hebt. En dan heb je hem ook, weet je. Ik ga niet eens meer proberen 100 packs te halen. Want het lukt me toch niet! Mijn leven zuigt. Net als Kim Holland. In de 50.000, Jamie, nee. Wat enig. Lalidadidadidididu. The number above my head tells how many turns are left on my magic power. Hey, het nummer boven mijn hoofd zegt hoeveel neuks ik geef. Om die tip. En mijn ring, er staat er maar geen nummer boven je hoofd. Precies! Snap je nummer, dat boeit me helemaal niks. Die tip boeit me helemaal niks. En daarom staat ook geen nummer op mijn hoofd, want het boeit me niks. Zijn helemaal op. Net zoals als je piramide op is, dan staat het 0 boven zijn hoofd. Of soms, misschien staat er gewoon niks boven zijn hoofd, dat weet ik niet eens. Dat weet ik gewoon niet. Gek, hè? Gek, helemaal gek. Oh! Oepsie! Nou, dat was ook een beetje een tegenvalletje. Ik maak het allemaal in mijn geluidseffect alsof het echt de beste bal van mijn leven zou worden. Een pittige bal. Dat pittige bal was een grapje dat je allemaal niet begrijpt, want ik ga altijd naar de keurslager, dat is bij ons in het dorp. Ik ben bij ons niet in het dorp, in de stad, in Schagen, heel dichtbij hier. We hebben een keurslagertje. Hartstikke lekker. Die maakt dan broodjes voor je. En dan heb je verschillende balletjes die je erop kan nemen. Als je broodje bal bestelt, dan heb je de pittige bal. Dat vind ik lekker. Dat is een beetje pittige bal. Er zit een beetje pittig in. Lekker. Oh, nee, ja. Oeh, soms. Besef me nu opeens dat ik nummer 2 ballen over heb. En dat er nog 4 packs zijn. Het is me zeker een keer gelukt. Maar het gebeurt gewoon eigenlijk nooit in mijn leven. Zeg maar, snap je? Kut! Nou jongens, welkom bij een nieuwe poging om mijn leven iets minder kut te maken. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. Je kent me misschien van mijn YouTube-video's zoals... waar is mijn balzak? En de Rickrol. Maar vooral waar is mijn balzak ben ik erg veel faam en roem mee gekregen. En terecht ook. Want waar is die balzak? Dat vraagt iedereen zich wel eens af. En ik heb nog 9 beurten van mijn magische anuspyramide. Wat moet je ermee, hè? Oh, nee. Duidelijk een nee. Als ik daar een ja of een neetje aan moest koppelen, dan wist ik het wel. Hey, het probleem is nu. Je denkt, oh, je moet er nog een paar daar. En er zitten allemaal dingen voor. Dat duurt nog even. Tot je erbij kan. Oh. Ik moet ook die nog pakken. Ja, die daar. Nee, niet die. Die ernaast. Verdomme zeg. Oké. Ja, nee. Oh. En dan gaan we die proberen te raken. Ja, dat lukt wel. Dat mag wel lukken. En dan misschien die rode daar. Oh! Niet verkeerd, Beertrand. Oké, dan moet ik die nog. Alleen die gaat best moeilijk worden vanaf hier.
Je kunt het best nog zo proberen. Oh! Ik wil niet zeggen dat ik fantastisch ben, maar ben ik fantastisch of niet? Kom op, erop, erop, ja! Ja! Heb je ooit een gast van 18 ooit zo fanatiek dit spel zien spelen? Ik wel. Ik zit namelijk naar mijn andere scherm te kijken, daar. En daar zie ik mijn opnameapparatuur flink ratelen. Ik zie mezelf, snap je? Ik dacht ooit dat niks beter was dan spelen met een bal wol. Maar, of een bal draad. Maar Peggle is beter. Oké, man. Top! Leuke review! Misschien moet je bij GameKings gaan werken, of zo. Lekker dingen reviewen. Of, ga food reviews maken als je dat zo leuk vindt. Maar val mij er niet meer lastig, weet je. Doe normaal. Oh, in die bucket. Doe maar gewoon wel. Oh, dit level is best wel grappig. Het zijn, ik weet niet eens wat ik moet voorstellen. Stokken of krokodillen. Er zijn wel krokodillen in het water, dus ik ga ervan uit dat deze stokken. Oh, dat is best cool. Dat is best cool wat hier ziet gebeuren. Dit is best cool. Cool. Had ik al gezegd dat ik het cool vond, of dat niet? Oh, dit is best cool. Dit is ook best cool. Kan dat zo cool zijn? Ja, dat gebeurde zojuist. Oh, een beetje tegenvalletje. Niet zo heel cool als ik gedacht had. Oh, die paaltjes. Die paaltjes geven dat ding een flink setje. En pak die groene maar. Dat wil je. Dat is goed voor je toekomst. En hij pakt wel wat rode. Kijk, die rode daar, dat zijn waarschijnlijk de moeilijkste van het leveltje hoor, dat weet je. Later in het level, dan kom je jezelf flink tegen, denk je. Had ik die meer eerder gepakt. Hoppa, en hij pakt ze ook gewoon. Kijk, dit balletje is wild vandaag. Deze bal heeft er echt gigantisch veel zin in. Het zal ook wel de pittige bal zijn. Ik ga de grap gewoon nog een keer aanhalen. Dan heb ik hem uitgelegd. En hij maakt nooit de pittige bal. Ik vind de pittige bal. Ik neem altijd gewoon een hakbal met Joppie saus daar. €2 deze week. Kijk, dit lijkt wel zeggen alsof ik het voor gesponsord ben. Maar het is zaterdag. En morgen zijn ze dicht. En je moet dus nu nog een schaar toe. En dan even de bal halen. Het is gewoon een lekkere bal. Ga ik niet over liegen tegen mijn kijkers, weet je. Als een bal lekker is. Kijk, wacht even. Ga trek. Oh. Ik had gehoopt dat die zeg maar dan, ja. Je snapt me. Oh, kut. En nou wordt het kut. Nou heb ik nummer 2. Oh, kom. Je moet nu echt die rode aantikken daar. Godver. Oh, dan krijg je precies. 50% kans als je niks raakt dat je gewoon een nieuwe bal krijgt. Dat is best wel fijn. Oké, nog 2 balletjes. Oké, kom op, Rick. Kom op. Hij moet. Ik zou te denken, zou ik die groene pakken? Maar ik kan beter dit doen, maar dan moet ik het gewoon heel goed timen. Kom op! Nee! Kut! Zo! Ey! Even normaal! Doe je dat thuis ook of zo? Zit er niet een doorsmoekknop op? Ik heb hem al geen geduld meer voor. Hier, ik heb al helemaal klaar waar ik de volgende bal wil afschieten. Ik dacht ook dat je meerdere ballen tegelijk in het spel kon brengen als je geen zin had om te wachten en zo. Gewoon meerdere ballen achter elkaar schieten, joh. Waarom zou je het niet doen? Nou, dan ben ik helemaal niet meer gemotiveerd. Ik had bijna de video afgesloten. Ik had het bijna gedaan, hoor. Pas maar op. Ik vind het zo'n leuk spel. Maar ja, het is ook niet echt een spel wat je een uur achter elkaar moet spelen. Het is gewoon een spel dat leuk is voor een minuutje. Als je jeuk hebt aan je ballen. En dan heb jij je ballen gekrapt. En dan denk je, ja, dat was wel weer grappig geweest. Maar, nou moet ik eigenlijk weer verder met mijn werk. Wat je dan niet hebt natuurlijk, zoals ik. Mwah! Oeh, dat is minder. Dat is echt, op basis van 1 tot minder? Zeker minder. Even wat van deze rode rakkers proberen weg te spelen. Rode rakkers. Vanaf volgende week woensdag in de bioscoop. Hoppa! Dobbetje! Eventjes, Ja. Eventjes, hè. Kom op, Rick. Kom op, dit kan je. Ja, dit gaat wat worden. Nee, ja! Ja! Ik moet echt naar de kapper toe. Ik ben de kapper. Denk daar maar eens over na. Fever, Bieber Fever. Het is Bieber Fever level. Kom op, in die vee. Ga die vee. Hey, nu. Stout. Kom op, jij erin. Ja. Geen idee waarom ik dat zo graag wilde, maar. Hoppa. Hey, kom op, in de bucket. Oh nee, dat is niet de bucket. Sukkel, dat is niet de bucket. Hey. What the? Jee. Oh nee. Oei.
Ah, jammer nou. Wie zag dat aankomen? Ik niet in ieder geval. Hoppa, sloop die letter R. Sus. Oeh, dat was best indrukwekkend. Is hij er echt raar met pet achtervoor of niet dan? Ja, dat is een beetje jammer dit. Dan heb je geen kans om hem meer in die bucket te krijgen. Nee, dat is gewoon waar. Ik ga even dit proberen. Dit is een trickshot van de eeuw. Oké, dat viel tegen. Oké, dat viel gewoon tegen. Oh ja, die is chill. Die heb je toch een keer nodig in je leven. Nou zit ik met een paar plekjes die best irritant te bereiken zijn. Zoals die rode daar, waar ik nu mijn muscursor op hou. Oh, dat was niet eens de bedoeling. Oké, dan ga ik nu proberen deze jongeman hier te pakken. Oké, dat viel tegen. Ik zeg best wel vaak dat dingen tegenvallen, maar ja. Dan weet je ook weer, hoe heb je een inzicht in mijn leven, weet je. Alles wat ik doe, oh, valt tegen. Oh, dat valt niet tegen, zeg. Zo. Kom op. Even die andere rooien. Oh, nee. Oké, nou, dat is het probleem dus. Deze joekels zitten er allemaal voor. Oké, dan moet ik alleen deze rooien nog. Dat is vet kut. Oh, ik heb nog 3 balletjes left, joh. Hoppakee. Had je daar wat tegen dan? Had je een probleem? Nee, joh. Helemaal niet. Gaat hartstikke goed. Helemaal geen probleem. Nou, dan schieten die laatste even af. Klinkt echt alsof ik een neushoorn aan het doden ben. Maar nee, ik hou gewoon het level. En dat mag ook gezegd worden. Ik heb jeuk in mijn oor. Waarom? Goeie vraag. Kom op, in de 100.000. Erin. Verdomme zeg, ik dacht dat gaat in ieder geval in de 50.000. Nee, je weet het nooit. Dit bewijst maar weer. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Jongens, ik denk dat jullie bedankt kijken voor deze XXL gameplay. Ik zit er nog over na te denken om de complete game op mijn eigen kanaal te spelen. Dus laat even een reactie achter of daar interesse voor is. Want dan kan ik er even naar kaken, man. Bedankt kijken voor deze aflevering van XXL gameplay. Tot de volgende XXL gameplay. Die XXL zal zijn en ook deels gameplay. Tot de volgende aflevering. Doei!